Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast VU-filosoof Emmanuel Rutte. Ja, Emmanuel, welkom. Dankjewel. Een jaar geleden heb jij een boek uitgegeven met de titel Het Rhetorisch Weten. Klopt. Nu is er heel veel te doen over de relatie wetenschap-samenleving. Mm-hmm. Ook in de manier waarop, laten we zeggen, de wetenschap het contact zou onderhouden met die samenleving. Het bijzondere aan dat boek, Het Rhetorisch Weten, is dat je eigenlijk voor een breder rationaliteitsconcept pleit. Ja, dat klopt inderdaad. Wat bracht je ertoe überhaupt? Wat bracht mij daartoe? Ik ben gaan nadenken over wat redelijk redengebruik nu eigenlijk vermag. Dus wat is nu het op een vruchtbare, op een zinvolle manier, op een gewortelde manier gebruik maken van je verstand, van je denkvermogen? En is dat misschien contextafhankelijk? Moet je misschien in verschillende contexten met dat redenvermogen anders omgaan? Dat soort vragen ben ik me gaan stellen, als filosoof natuurlijk. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat voor bepaalde contexten, als het gaat om de vraag naar de zin van het leven, om maar een hele grote vraag te noemen, ja. De grote vragen, zingevingsvragen. Mm-hmm. Als het gaat om, maar ook praktisch concrete domeinen, zoals rechtspraak, zoals politiek. Ja, maar ook ethiek. Zelfs ethiek, absoluut. Ja. Maar ook zelfs de wetenschap tot op zekere hoogte, dat je dan eigenlijk moet concluderen dat redengebruik, wil het echt vruchtbaar zijn, wat ik noem inclusief moet zijn. Mm-hmm. En met inclusief bedoel ik eigenlijk dat voor die domeinen, specifiek voor die domeinen, het redengebruik zowel normatief als affectief is. Dat het altijd zo is dat wanneer wij gaan nadenken over de grote vragen, over wat het goede leven is bijvoorbeeld, over wat geloofwaardig redeneren is, mm-hmm. dat je dan eigenlijk niet eromheen kunt om ook de affectieve kant van het leven, het gemoed, mm-hmm. de affecten, hoe iemand gestemd is, hoe mensen gestemd zijn, pathos in de termen van de retorica, maar ook het ethische aspect, dus het normatieve aspect, wat waarden zijn en welke waarden in het geding zijn en hoe je die waarden moet wegen. Dat je met andere woorden het ethische of het ethos aspect mm-hmm. eigenlijk altijd daarin moet meenemen. Dus dat je vanuit een houding gaat kijken naar problemen waar de hele menselijke existentie als het ware in het geding is. Ja, nou is dat eigenlijk een thema dat binnen de filosofie de laatste jaren vaker aan de orde is. Mm-hmm. Dus iemand als Latour wijst eigenlijk ook op dat het ontspreken op allerlei manieren ook gebonden is aan bepaalde waarheidspraktijken, zou je kunnen zeggen. Ja. Je refereerde zo even aan retorica. Ja, dan zitten we eigenlijk bij de oude Grieken, waar dit, ik zou ook bijna zeggen, ook een heikel thema is. Ja, is het ook zeker. Ja. Dat is, maar wat ik ook interessant vond, is dat je eigenlijk zegt, ja, wanneer je een bepaald domein van ervaringen aan de orde wenst te stellen, en dat zie je bij iemand als Latour ook, dan volstaat niet eigenlijk iedere vorm van rationaliteit. Nou vind ik het interessante, jij bent zelf van huis uit wiskundige. Ja, klopt. Ja, zeker. Dat is eigenlijk een wetenschap die bij uitstek een taal heeft, waar de reden op een hele rekenende manier actief is. Klopt, zeker. En je hebt ook veel aan analytische filosofie gedaan. Absoluut. Wat toch ook iets meer een technisch of rekenend karakter heeft. Hoe komt het dat je zo in dat andere spoor van de filosofie, wat dus ook al heel oud is op een bepaalde manier, terecht bent gekomen? Ja, misschien juist wel door mijn verleden natuurlijk. Dus ik kom uit een praktijk, zou je mogen zeggen, mm-hmm. van sec-logosmatisch denken. Inderdaad, de reden puur op haar logosmatische element gebruikend en alleen kijken naar de rationele, discursieve kant van problemen. Inderdaad in de wiskunde, maar in feite ook in de analytische wijsbegeerte. En
ik ben gewoon tot de conclusie gekomen dat dat weliswaar voor bepaalde domeinen heel geschikt is. De wiskunde natuurlijk, is dat prima geschikt voor. Ja. En in de theoretische fysica moet je het vooral blijven doen. Prima. Ja. Ja. En dat geldt voor veel meer wetenschappelijke domeinen. Maar als je dus dieper gaat nadenken over de natuur, over het wezen van de reden, en je komt met die andere meer existentiële domeinen in aanraking, dat je dan dus met een te schraal, een te smal, een te schraal redenbegrip zit. Ja, is dit ook het klassieke onderscheid tussen wat we zeggen, nou ja, dat is de reden op het gebied van de natuurwetenschappen en de wiskunde versus de humaniora? Dus psychologie, sociologie, geschiedenis hebben allemaal een ander type redelijkheid? Ja, ik denk dat het wel iets verder gaat dan dat. Dat het wel iets fundamenteler is. Hè, dus als je gaat vragen, waar komt het redelijke redengebruik eigenlijk vandaan? Hè? Dat wordt toch vaak gesteld, die vraag. Wat is nou de oorsprong, hè, de archeologie of de genealogie van het redengebruik? Dan wijst iedereen naar de wijsbegeerte. Naar de filosofie. Ja, dan wordt Socrates ten tonele gevoerd als waar het begint. Hè, waar de filosofie zich in de volle breedte ontwikkelt. Naast natuurdenken ook denken over polis en over de mens. En dan wordt de filosofie gezien als zeg maar de oorsprong van het redelijk redengebruik. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje cliché van mythos versus logos. Precies, ja. Precies, dat zit helemaal in dat veld. Dan gaan we van mythos naar logos over. Ja. Klopt. En dan wordt dat als kantelpunt gebracht. En dan zie je dat de filosofie als het ware de koningin wordt, waar alle redelijke disciplines uit verbijzonderen. Hè, ja. Natuurkunde, nou ja, psychologie, of het nou om de exacte wetenschappen gaat of de humanioria, alles verzelfstandigt zich vanuit de filosofie. En dan zitten we als het ware in die lijn van denken. Wat dan vergeten wordt, is dat er in feite een wijsheidstraditie is, en ik noem het ook een wijsheidstraditie, die ik aanduid als de pre-Socratische wijsheidstraditie. En precies die traditie is de traditie van, ja, de grote traditie van het spreken. Waar de klassieke oratoren, als het ware, vanuit de gedachte opereren dat denken en leven niet van elkaar te scheiden zijn. He, dat spreken en denken, als het ware, intiem op elkaar betrokken zijn. Dat steeds wanneer wij denken, we dat altijd doen vanuit de taal, vanuit een bemiddelde taal. En dat je dus nooit op die manier de leraar van het weten, van het kennen, kunt scheiden van de leraar van het spreken. Dus ja. Je krijgt een soort oorspronkelijke eenheid, zou ik willen zeggen. Een oorspronkelijke eenheid van leven, van denken en spreken, die uiteindelijk constitutief is voor uiteindelijk het gehele project van het menselijk redengebruik. Ja, want wat je zegt is eigenlijk, als we naar die ontwikkeling van de filosofie zelf kijken, ja, die ook aan de basis ligt van onze wetenschap. Zeker, zeker. Dan is het zo dat bij de Atheense filosofie Socrates en Plato, Aristoteles, het drieluik, ja, driemanschap, dat daar eigenlijk iets plaatsvindt, waarbij misschien Plato wel een hele wonderlijke positie neemt, omdat hij natuurlijk zelf ook de dialoog hanteert. Ook klopt, niet een, klopt. Die het hele retorische register bijna inzet. Ja, dat is een interessante positie. Dus daar kunnen we misschien zo nog over hebben. Maar dat er een verschuiving plaatsvindt, waarin eigenlijk die logos, zoals die in de moderne wetenschap ook terecht is gekomen, op zo'n manier doorbreekt dat daar ook, ja, je zou kunnen zeggen, stukken van de menselijke existentie zijn afgesneden. Absoluut. En dat woord afgesneden is heel raak, want daar is een scheiding der geesten heeft zich daar voltrokken. En wat je eigenlijk ziet is dat die intieme band tussen spreken, denken en leven eigenlijk radicaal doorbroken is, door niemand minder dan, je noemde hem al, Plato. Het is precies Plato geweest in zijn dialoog De Gorgias, die eigenlijk uit de monden van Socrates de strijd heeft aangebonden met die klassieke oratoren. Mm-hmm. En die eigenlijk gezegd heeft, we moeten dat idee van het verwoorden, van de existentiële geworteldheid, ook de lichamelijkheid zelfs van het redenvermogen, zover gaat het, daar moeten we volstrekt en volslagen afscheid van nemen. Want die retorica, die kunst van het spreken, is uiteindelijk alleen maar verleiding, vleierij, misleiding. En uiteindelijk ook kwaadaardig. En dan zie je dat inderdaad de filosofie en de retorica, die oorspronkelijk dus gewoon samenhoorden,
Daar, mm-hmm. Dat was helemaal geen scheiding tussen filosofie en retorica. Die hoorden samen. Die is eigenlijk door Plato categorisch doorgebroken. En dan zie je dat de filosofie door de eeuwen heen haar eigen weg gaat. Dat de retorica ook haar eigen weg gaat. En dat die twee tradities eigenlijk zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. En dat is dus wat mij betreft een tekortkoming, een verschraling van dat inclusieve redelijke redengebruik. Nou, zou je kunnen zeggen dat je toch, dat Plato al een dubbelzinnig figuur is. Misschien kunnen we er zo nog even op ingaan. Zeker. Ja, omdat, denk ik, juist dat existentiële bij Plato toch een heel belangrijke rol speelt. Bij Aristoteles ligt het alweer anders. Ja. Maar dat je ook in die traditie van de filosofie steeds weer namen tegenkomt en projecten tegenkomt die toch ergens ook dat retorische element heel sterk in zich dragen. Of het nou Augustinus is, of het later Rousseau is in de Franse school, of Kierkegaard, in Nietzsche. Ja. Die lijn, precies. En die lijn, natuurlijk zijn er evocaties geweest van die traditie ook in de latere eeuwen. En je noemt een aantal hele goede voorbeelden. Die lijn is zeker te trekken. Maar die scheiding der geesten is in zekere zin wel een harde scheiding geworden. Omdat sinds dat Platoonse project van het inaugureren van de metafysica. Hè, we gaan het zijn gaan we loskoppelen van het spreken over het zijn. Dat is eigenlijk Plato in de staat. We hebben het spreken over het zijn, het verwoorden. En we hebben het zijn zelf. Terwijl bij de oratoren die zaken in elkaar overlopen. Het spreken over het zijn mag precies niet worden ontkoppeld van het zijn. Mm-hmm. Zie je bij Plato die ontkoppeling. En dan zie je ook de gedachte dat retorica nooit en te nimmer op waarheid betrokken kan zijn. Dus overal waar wij retorica ontwaren, hebben we per definitie volgens Plato te maken met schijn. Dus dan krijg je dat onderscheid tussen schijn en zijn. Ja, en dan worden de oratoren voor altijd geplaatst aan de kant van inderdaad de schijn. En dat is een hele, denk ik, misleidende ontwikkeling geweest, die eigenlijk tot op de dag van vandaag stand houdt. Je noemde Latour bijvoorbeeld, hè? Mm-hmm. Neem nou Latour, mooi voorbeeld. In een van zijn werken, of in meerdere van zijn werken, vooral zijn vroegere werken, stelt Latour eenvoudigweg vast, terecht, dat retorica binnen de wetenschap een rol speelt. Sterker nog, hij noemt wetenschap een retorische praktijk. Dus wetenschap voor Latour is een retorische praktijk. Vervolgens zegt hij dus wetenschap is constructivistisch. Precies omdat retorica bepalend is voor wetenschap een retorische praktijk is, precies daarom zou wetenschap uiteindelijk alleen maar waarheden construeren en relativistisch zijn. Nou, wat is dan de grote fout, denk ik, de grote fout die Latour maakt, is dat Latour met die analyse helemaal in die Socratische veroordeling staat. Want hij heeft namelijk deels gelijk. Kijk, wetenschap is natuurlijk een retorische praktijk. Natuurlijk is wetenschap een retorische praktijk. Het gaat in de wetenschap om elkaar overtuigen. Wij willen elkaar overtuigen en dat is natuurlijk ten diepste retorica. Aristoteles definieert retorica als de techne, de kunst van het overtuigen. Dus natuurlijk is dat een retorische praktijk. Maar de fout die Latour maakt, en met hem vele anderen, is dat dat niet betekent dat daar niet uit volgt dat wetenschap niet op waarheid gericht is. Want retorica, naar haar eigen wezen, retorica naar haar eigen aard, is precies op de waarheid gericht. Nou, ik denk dat hij in zijn latere werk overigens dit echt corrigeert. In de vroege werken. Nee, maar daar noemde ik ook bewust. Je hebt helemaal gelijk. Ik wilde ook precies zijn. Ik bedoelde ook echt de vroegere werken. En dat idee, hè, dat retorica een kunst is gericht op de waarheid en daarmee in feite ook in dienst staat van de wetenschap zelf, die gedachte, laten we eerlijk zijn, die hebben we toch wat minder gehoord de afgelopen eeuwen. Nee, absoluut. En als je dan kijkt, als je dan kijkt, van hoe zit dat dan? Hè? Want je zult toch denken, hoe kan je dat nou denken? Hoe kan je nou in zo die waarheid als het ware met die retorica verbinden? En het aardige is natuurlijk dat precies Aristoteles, dus de leerling van Plato, eigenlijk zijn leermeester dus daarin afvalt. Hè? Want in de retorica van Aristoteles, een tekst die toch heel lang toch enigszins is genegeerd, wil ik niet zeggen. Dat is te cru. Maar het was toch niet een van de teksten die als eerste ging lezen. Ik heb tijdens mijn studententijd de retorica niet eens onder ogen gehad. Hè? Dus, maar het is precies Aristoteles geweest die in de retorica aangeeft, als retorica de kunst van het overtuigen is,
de techne om te overtuigen. En als overtuigen altijd te maken heeft met intenderen naar het waarschijnlijke, naar het plausibele of naar het aannemelijke. Mm-hmm. Dus we zijn in het overtuigen op het aannemelijke en het plausibele gericht. Dan zijn we op het waarschijnlijke gericht. Als we op het waarschijnlijke gericht zijn, nou ja, het waarschijnlijke. Met andere woorden, we zijn dan gericht in die praktijk op hoe de dingen ons toeschijnen. Op hoe het ons toeschijnt. Maar voor Aristoteles natuurlijk is de schijn, en daarin gaat hij met de oratoren mee, is de schijn precies ook het zijn. Want de dingen zijn zoals ze schijnen. Dus dat onderscheid... Afhankelijk van, ja? Ja? Van aan wie het toeschijnt. Eens. Dat is ethica. Eens. Dat is de ethica. En Aristoteles geeft ook regels. Hè? Ja. Dus zijn hele retorica moet eigenlijk worden gezien als eigenlijk een regelsysteem. Waarvoor geldt dat als je als orator je daaraan houdt, als je je aan die regels houdt, dan zul je vanzelf uiteindelijk de dingen, als het ware, kunnen laten verschijnen, of laten schijnen zoals ze werkelijk zijn. Ja, 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 precies, precies. Want dat is natuurlijk cruciaal. Ja, Heidegger zal er natuurlijk ook uit putten. Absoluut. Die tekst wordt voor hem heel belangrijk. Ja, zeker, zeker. Misschien toch even om dat beeld scherp te krijgen. Want we hebben het over de geboorte, de genezen van de moderne wetenschap. Ja. Of van de wetenschap, die je terug kunt leiden voor een deel tot die... Atheense periode. Hè? Dus Aristoteles, die natuurlijk ook eigenlijk in zijn oeuvre een heleboel vakgebieden onderscheidt. Dan krijg je het idee van de eerste filosofie en de tweede filosofie. Ja. In de nieuwe tijd, waar we dan Descartes maar als een soort scharnierpunt zullen nemen, daar wordt eigenlijk de wiskunde als methode geïntroduceerd. Hè? Bij Newton zie je dat hij spreekt over de philosophia naturalis, principia mathematica. Dus het enorme oprukken van de mathematische methode binnen die wetenschap. En eigenlijk, als we terugkijken, dan moet je zeggen, ja, dat heeft inmiddels bijna alle wetenschappen wel nu in zijn greep. Zeker. En daar zie je natuurlijk heel sterk, ook bij Descartes, dat idee van die objectiviteit. Juist als je het hebt over afsnijden, juist niet die zintuigelijkheid, juist niet dat lichamelijke. Ja. Het kwantificeerbare, meetbare. Je zou kunnen zeggen die gecastreerde logos, of in ieder geval een afgesneden logos. En zou je niet kunnen zeggen dat de filosofie altijd, laten we zeggen, bijna meanderend ook rond die wetenschapstraditie zich heeft bewogen? Dus ook, ik noemde al even Rousseau, maar ook Kierkegaard, maar zelfs bij Hegel of Nietzsche, dat de filosofie altijd ook wel affiniteit had met dit element wat jij nu... Kijk, voor mij is het ook een inclusief redengebruik. Ja. Dus in zekere zin is het gebruik van mathematica, van wiskunde, is natuurlijk gewoon zeer adequaat. He, dus het gaat er mij niet om zeg maar bepaalde methoden of bepaalde manieren om na te denken, als het ware, opnieuw te gaan afsnijden. Ja. Dus dat we het weer elders gaan afsnijden. Nee, die wiskunde is volstrekt adequaat en effectief. En moet ook in de natuurwetenschappen volop worden toegepast. Ja. Dus dit is absoluut geen betoog tegen modern wetenschappelijk onderzoek. Integendeel. Nee. Maar die domeinen die ik aan het begin van het gesprek noemde, als het dan gaat om de grote vragen van het leven. Hoe sta ik in de wereld? Hoe beweeg ik mij? Waar leg ik mij op toe? Mm-hmm. Wat voor mens wil ik zijn? Wat is mijn algemene beleving van de werkelijkheid? Hoe sta ik tegenover de wereld? Vanuit welk wereldbeeld wil ik leven? Welke levensbeschouwing past bij mij? Als je gaat nadenken over dat soort vragen, wat is een redelijk wereldbeeld? Hè? Een redelijk wereldbeeld, wat is dat? Als je die vragen wilt beantwoorden, dan moet je een bepaald idee van redelijkheid hebben. Nou, en voor die contexten, als je dan in die contexten gebruik gaat maken van de instrumentele reden, en je gaat levensbeschouwingen, religieuze levensbeschouwingen of seculiere levensbeschouwingen beschouwen als wetenschappelijke theorieën. En je gaat het vervolgens langs de lat leggen van het instrumentele, rationele redengebruik. Ja, dan denk ik dat je niet recht doet aan het fenomeen waarvoor je gesteld bent. Want mensen zijn geworpen in de wereld en mensen moeten nu eenmaal
in die geworpen toestand natuurlijk houvast vinden en zich oriënteren. Ja, in een van zijn late werken, we noemden mij al Latour, refereert hij aan Henry James. Hè? Die heeft het over experience en niets dan de ervaring. Ja. Ja. Is dat bij jou eigenlijk ook een kernbegrip? Ervaring is zeer belangrijk. Ja, want het gaat er natuurlijk om wat mag meedoen, wat mag meespreken. Voor mij mag er heel veel meedoen. Dus als we nu een wereldbeeld nemen en we gaan ons de vraag stellen, is een zekere worldview redelijk? Dan moet je ten eerste kijken naar de theoretische dimensie. Dus de theoretische, cognitieve dimensie. Mm-hmm. Wat is nu ongeveer het wat is de metaphysical picture? Wat is het idee van de wereld dat in dit wereldbeeld wordt uitgedrukt? Dus wat is de relatie hier tussen mens en zijnsgeheel? Dat zijn theoretische, cognitieve vragen over de algemene structuur van de wereld. Is er een god, is er geen god? Ik noem maar wat. Dat is een theoretische cognitieve, als een dimensie. Maar daarnaast is ieder wereldbeeld ook altijd esthetisch, affectief. Er gaat altijd een zekere stemming gepaard met een wereldbeeld. Sta je positief of negatief in het leven? Ja. Leef je vanuit hoop of leef je vanuit wanhoop? Optimistisch, pessimistisch. Bepaalde stemmingen, bepaalde moods resoneren ook altijd mee in een wereldbeeld. Met andere woorden, past een wereldbeeld bij jouw gemoed? Past een wereldbeeld bij jouw affectiviteit? Dat zijn ook hele redelijke vragen die aan de orde komen als je zo'n wereldbeeld evalueert. En ten derde natuurlijk de praktische, ethische dimensie. Mm-hmm. Wat is hier het beeld van het goede leven dat in dit wereldbeeld besloten ligt? Wat zijn de waarden die in dit wereldbeeld van belang zijn? En sluiten die waarden aan bij bijvoorbeeld mijn normen en waarden? Dus met andere woorden, je kijkt altijd vanuit theorie, vanuit praktijk en vanuit wat ik dan esthetiek noem. En die drie dimensies van waaruit we altijd wereldbeelden beoordelen zijn precies de drie dimensies natuurlijk die in de retorica aan de orde zijn, namelijk logos, pathos en ethos. Dus je kunt er niet omheen dat als je in die contexten redelijk wilt nadenken over wat het juiste wereldbeeld is, dat je dan de hele menselijke existentie onlosmakelijk moet meenemen en dat je niet alleen maar vanuit die theoretische dimensie kan kijken. Dat is zo belangrijk. Dus die inclusiviteit, die heeft dus te maken met je zou kunnen zeggen, het meelaten doen van alle ervaringen. Zeker. Wat zegt dat over de status van de ervaring, zeg maar, de epistemologische status van de ervaring? Die is voor mij. Kijk, dus als het om de ervaring gaat, gaat het om de vraag. Ja, ik moet bijvoorbeeld denken aan neem Kant. Hè? Ja? Je komende boek gaat over contra-Kant. Contra-Kant. Interessant bij Kant, en dat is natuurlijk ook in het Duitse idealisme een thematiek geweest, dat hij enerzijds natuurlijk kritiek levert op de reden zoals hij zich, kritiek der reinen vernoemt. Ja, zeker. Kritiek levert op de reden die een absolute positie claimt, bijvoorbeeld in de lijn van de moderne natuurwetenschap. Ja. En zegt van, dit is gewoon alles wat er is. Ja. Dat geldt alleen voor de wereld der verschijnselen, de fenomenale wereld. Nou, even los van wat de status van die analyse is. Maar interessant is natuurlijk dat hij in de kritiek de praktische vernoemt, waar het gaat om zijn ethiek en de fundering daarvan, dat hij op een van de cruciale passages die de notie van achting inbrengt. Als een intellectueel gewirktes gevoel. Dus een gevoel dat eigenlijk door onze intellect teweeg wordt gebracht. En dat gaat dan om de achting van de ander als een persoon. Klopt. Als een doel op zich. Hij zegt, dat is eigenlijk geen natuurlijk affect, puur, wat je vanuit de neigingen kunt begrijpen, maar we moeten daar speelt onze reden op een. Het interessante is alleen, voor hem is dat een, je zou kunnen zeggen, die achting is ook een bron van ervaring. Zeker. En ik denk. En gaat het om die dimensie, dat je zegt van, er mag dus iets meespreken. Dit is het Kantiaanse voorbeeld. Nee, dat is een mooi voorbeeld. Maar in algemene zin zou ik willen zeggen, een adequaat wereldbeeld is een wereldbeeld die als het ware recht weet te doen aan onze diepste en algemeen menselijke ervaringen. Dus als wij gewoon onze meest intieme, onze diepste menselijke ervaringen inventariseren, morele ervaringen, maar ook ervaringen omtrent natuurlijk wat het goede is bijvoorbeeld, of als we vragen wat praktisch leefbaar is, die ervaringen zeg maar, die moeten als het ware maximaal recht gedaan worden. En een wereldbeeld wat meer recht doet aan die type ervaringen,
die is om die reden al redelijker. Om die reden al redelijker. En zo is ook een wereldbeeld wat mij praktisch in staat stelt om in dit leven, als het ware, een goed leven te kunnen leiden. Een wereldbeeld wat mij weet te bezielen bijvoorbeeld. Wat mij weet te motiveren. Wat mij weet aan te spreken. Hè? Mm-hmm. Wat mij weet te begeesteren. Is om die reden al redelijker dan een ander wereldbeeld. Puur op het niveau van dat het weet te bezielen, weet te motiveren, weet te begeesteren. Dat het bijvoorbeeld in staat is om jou daadwerkelijk een leidraad te bieden. Zodat je ook praktisch, hè, vanuit die geworpen toestand zeg maar, je ook werkelijk praktisch kunt oriënteren in deze wereld. En de wereld als het ware adequaat kunt interpreteren. Hoe verhoud je op dat moment ten opzichte van de traditie van de filosofie die je met name natuurlijk in de 19e en 20e eeuw groot hebt zien worden, waarin men eigenlijk zo'n wantrouwen koestert ten opzichte van de ervaring. Bij Nietzsche is een aanzienlijk deel van die ervaring niets anders dan het product voor een deel van machtsverhoudingen, product soms ook juist van degeneratie, een product van, maar zelfs bij in de psychologie, Freud, een deel van jouw, je zou kunnen zeggen, levenservaring juist tot stand komt door verdringing, door allerlei vertekeningen als gevolg daarvan. Ja. Het deconstrueren daarvan. Ja, hoe verhoud je je tot die, zeg maar, laten we zeggen, die deconstructiverende beweging binnen de filosofie? Want dat betreft natuurlijk de status van onze ervaring. Klopt, maar ik zou willen zeggen, het gaat om gekalibreerde ervaringen. Mm-hmm. Dus je kunt rauwe ervaringen hebben, raw experiences, maar je kunt ook gekalibreerde ervaringen hebben. Dat zijn ervaringen die door de eeuwen heen, in verschillende culturen, op verschillende plekken, algemeen gevoeld zijn en waar we als het ware van kunnen zeggen, dat zijn stabiele ervaringen. Bepaalde morele ervaringen bijvoorbeeld, die je in alle culturen terugvindt. Nou, dat soort ervaringen, die kun je niet meer afdoen als een loutere, contingente, tijdelijke constructie. En natuurlijk moet je kritisch zijn en moet je niet alles maar aan boord willen nemen. Maar dat je de ervaringsdimensie in dit soort domeinen volop moet laten meebewegen en laten meeresoneren, ja, voor mij is dat evident. Omdat, anders, kijk, wat in die vroege wijsheidstraditie ook gezegd werd, was dat toen de filosofie zich afsplitste en als het ware het redelijke redengebruik zich van het open forum, in het volle licht van het open forum, zich terugtrok in de onderzoeksscholen, men gewoon eigenlijk in een onthechte toestand ging. Men raakte onthecht. Ja. Dus die geworteldheid en die betrokkenheid op het leven, ja, die raakte als het ware doorbroken en men verloor zich in allerlei spitsvondige, buitengewoon theoretische exercities die met het concreet geleefde leven uiteindelijk gewoon niets meer te maken hadden. Ja, dat is grappig. Dat is gevaar. Ja, dat is grappig, want dit zie je ook bijvoorbeeld in Hegel's analyse van de skepsis. Oké. Okay. Ja, dat is jouw. Dus die op een goed moment zegt van dus de radicale twijfel, maar ondertussen ben je wel gewoon voor je kinderen aan het zorgen en eet je eten precies. op. En, precies. Precies. En om daar een klein voorbeeld van te geven, dialectiek. Hè? We zeggen altijd dialectiek ontstond bij Plato, hè? Bij Socrates en zo. Dialectiek. En Aristoteles gaat dat dan systematiseren in de Topica. Wat die oratoren daarvan zeggen is dat we precies die dialectiek, als je die dus loszinkt vanuit die concrete praktische context waar die werkelijk ontstaan is, want dialectiek is uiteindelijk in die vroegere traditie ontstaan in de polis. Op het forum, bij de openbare volksvergadering, voor de rechtbank, met elkaar dingen doorspreken. Strijdvragen doornemen. Is Cato schuldig aan deze ontvreemding? En dus strijdvragen publiekelijk bespreken in een diep retorische context. Daar is de dialectiek ontstaan. Nou, wat gebeurt er nou met die dialectiek? Als je die dus lostrekt uit die context, dan wordt die dus buitengewoon steriel, dan wordt die buitengewoon formalistisch, dan wordt die buitengewoon spitsvondig, en dan heeft die dus heel veel te vertellen over redeneringen, maar uiteindelijk heeft hij weinig. Hij zinkt los van het leven. Totaal. En hij heeft ook weinig zeggingskracht meer. En weet zich ook niet meer, zeg maar, in te voegen. Inderdaad, op het gebruik in die concrete context. Is dat ook, laten we zeggen, jouw tegelijkertijd ook kritiek op een deel van de analytische traditie? Ja, absoluut. Kijk, ontegenzeggelijk. Ik beoefen analytische wijsbegeerte. Ja, zeker. Tuurlijk. Tuurlijk. En voor mij zijn dat uiteindelijk ook verschillende denkvormen. En sommige denkvormen kunnen in bepaalde contexten heel adequaat zijn.
Maar ik denk inderdaad dat de analytische traditie zich te veel heeft gevoegd in dat frame, wat we eerder al bespraken, van Socrates. Namelijk het volledig willen losmaken van die logos, van... Die rijkere ervaringsgrondslag. Absoluut, absoluut. Ja. En dat leidt tot een soort steriliteit. Steriliteit, spitsvondigheid, eenzijdigheid, eendimensionaliteit. Waarin inderdaad, zodra je het gaat hebben over de verwoording, over het spreken, zodra je het gaat hebben over het geworteld zijn, over ervaringen, over al die zaken, dat men dat heel snel zeg maar zal afdoen als, ja, maar dat kan toch niet met de waarheid te maken hebben? De waarheid is toch alleen maar correspondentie tussen het woord en het ding. Nadenken over inclusievere vormen van waarheid, hè, die niet alleen maar gaan over correspondentie en zo. Ja, Heidegger's notie van het zijn bijvoorbeeld, waar wij natuurlijk vaak over spreken. Ja, dat zijn natuurlijk noties die mogen daar geen plaats hebben. Want dat is niet een harde, restloze duiding van waarheid in termen van correspondentie. En dat frame, ja, dat heeft zich heel erg vastgebijt, zou ik bijna willen zeggen, in die analytische wijsbegeerte. In die zin is de continentale traditie al wat rijker qua inhoud, zou ik bijna willen zeggen. Ja, nou ja, kijk, het is in die zin natuurlijk ook een hele fundamentele kwestie. We begonnen zo even met die verhouding wetenschap en samenleving. Ja. En de vraag is natuurlijk, op het moment dat we het hebben over bijvoorbeeld vraagstukken rond leven en dood, rond zoiets als staatsinrichting, rond politiek, rond existentieel, de beslissingen waar een mens voor staat, wat het betekent om volwassen te zijn, wat het betekent om deel uit te maken van een traditie, dat je eigenlijk ook op aan allerlei ook wetenschapsdomeinen raakt, of het nou sociologie, psychologie, economie is of geschiedenis, waarin eigenlijk natuurlijk een zo'n rijker ervaringsbegrip wel degelijk relevant wordt. Absoluut. En op, sterker nog, dat op het moment dat dat op de achtergrond raakt, je eigenlijk wetenschappelijk gesproken ook het risico loopt om te verarmen. Tuurlijk. Dus de rol van intuïtie, hè? Bijvoorbeeld dat je dus gebruik mag maken van bepaalde intuïties. Of dat je bijvoorbeeld gebruik mag maken van hermeneutische analyses, van woorden. Hoe taal spreekt tot jou. Hoe taal tot jou als het ware spreekt en wat je daaruit kunt opmaken. Al dat soort methoden die gaan uit het beeld verdwijnen door die versmalling. Maar kijk, wat ik ook wel wil stellen is dat bij mij gaat de waardering van retorica vrij ver. Hè? Dus ik heb daar misschien een beetje radicale gedachten over. Kijk, ik heb gewoon de definitie van Aristoteles serieus genomen. Mm-hmm. Retorica is de techne van het overtuigen. Dus de discipline die zich bezighoudt, die zich toelegt op de vraag wat overtuigen is. Mm-hmm. En die in ieder onderwerp eigenlijk, in iedere context, het overtuigende probeert uiteen te leggen. Dat is de retorica. Als je die lijn volgt, hè, dus dat je gaat richten op dat domein van het overtuigende, wat overtuigt. En je gaat dan bijvoorbeeld naar een hele fundamentele discipline kijken. De logica. Mm-hmm. We gaan dan nog eenzijdiger bijna kijken. De logica binnen de logos. Hè? En je gaat je afvragen van, hoe ligt die relatie nou tussen logica en tussen retorica? Nou, dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, maar logica, dat is toch het exemplarisch voorbeeld van correct bezig zijn en gericht zijn op juistheid, accuraatheid en waarheid, hè, in die zin. Terwijl de retorica dan gaat over de verbeelding en zo. Maar als je je gewoon afvraagt wat er gebeurt als je naar logische wetten kijkt, heel, heel simpel, een logische wet, de wet van de uitgesloten derde of zo, of de wet van de tegenspraakvrijheid, de kroonjuwelen van de logica. Je pakt zo'n logische wet en je stelt je een hele simpele vraag. Is het nou zo dat deze wet ons overtuigt, hè, omdat het een logische wet is? Is het zo? Is het een logische wet en overtuigt het ons daarom? Of is het zo dat wij het een logische wet noemen, dat wij die wet aanduiden als een logische wet, omdat het ons als mensen ten diepste overtuigt? Als je daar even over nadenkt, dan moet je tot de conclusie komen dat wij het een logische wet noemen, omdat het ons ten diepste overtuigt. Met andere woorden, het overtuigende gaat uiteindelijk, ja, ik zou bijna zeggen logisch, aan het logische vooraf. Ja. En dat betekent dat de retorica als discipline van het overtuigende in feite dus ook uiteindelijk constitutief wordt voor de logica zelf. En als je die omkering gaat doordenken, en dat doe ik in mijn boek, Het Rhetorische Weten,
ja, dan is dat echt een paradigma switch. Dan komen dingen in een heel ander daglicht te staan. Dus het gaat ook in die zin, ook wijsgerig, ja, gaat het ook wel verder. Ja. Ja. Ja, nou kijk, dit speelt natuurlijk ook op het moment dat we hebben ieder bewijs, wat wij natuurlijk ook de wetenschap zeggen, ja, de wetenschap bewijst. Ja. Maar ieder bewijs maakt natuurlijk al gebruik van bepaalde uitgangspunten die zelf niet bewezen worden, maar die op een andere manier worden. Dus bij Aristoteles ook al het verschil tussen het syllogisme of de apodeixis versus de epagoge. Ja. En dus dat heenleiden naar dat onbewijsbare. Ja, waar ieder. En daar in dat heenleiden zit natuurlijk heel vaak ook een retorisch element. Eens. Ja, dus pak je het goede voorbeeld. Spreekt het voorbeeld aan. Dat is prachtig wat je zegt. Klopt. Ik vind dat mooi. In de Ethica Nicomachea heb je dat prachtige voorbeeld van Aristoteles. Het heeft over genot. Dan is de vraag, wat is genot? Dat is eigenlijk al een definitiekwestie. En dat gebeurt bij hem natuurlijk altijd op basis van een epagoge. Je moet het concept, het begrip, de zaak moet je definiëren. En hoe kom je daar? Door een voorbeeld, door een paradigma. Zeker. En dan geef je het voorbeeld van, ja, kijk naar de paardenliefhebber. Dan komt het voorbeeld van, nou, wanneer geniet die? Oh, ja. Ja? Wanneer geniet de paardenliefhebber? Ja. Ja, dat is het beeld, ja, wanneer hij die paarden ziet. Dus hij geniet bij het zien van paarden. Nou, wat betekent dat? Dat genot de aanwezigheid is van dat wat je lief hebt. Hoe mooi is dat, hè? Natuurlijk in de opbouw van zoiets, want dit is eigenlijk nog een heel eenvoudig voorbeeld, er zit natuurlijk een overtuigen die natuurlijk heel veel te maken heeft met een soort gevoeligheid. Totaal. Kijk, wat ik echt ontdekt heb in mijn leven tot nu toe als filosoof, gewoon echt aan de lijf heb ondervonden, is dat er een heel groot verschil is tussen inderdaad bewijzen en overtuigen. Ja. Bewijzen en overtuigen zijn twee totaal verschillende dingen. Ik was vroeger in de veronderstelling dat als ik met een heel scherp analytisch argument zou komen, dat gewoon met de juiste premissen start, met een harde afleiding, dat ik dan iedereen mee zou krijgen. Ik was daar echt van overtuigd. Ja. En ik heb natuurlijk gewoon geleerd dat er moet iets zijn wat uiteindelijk een argumentatie of zo, of een redenering, een bewijs, ja, en er moet een soort vonk zijn wat die als het ware transformeert in een overtuiging, in het werkelijk laten bewegen van de ziel, in een verbinding, in dat idee van verbinden, het laten bewegen van de ziel, een redenering laten omslaan in een overtuiging, wat een transformatie in feite is, dat die beweging, dat daar precies de retorica over gaat. He, dus dat precies het project van de retorica is, om te begrijpen hoe die zielsbeweging tot stand komt. Dat elk denken uiteindelijk ten diepste, ja, dus bezielend denken is. Ja, maar dat is denk ik ook precies wat de grote filosoof vaak in de kern onderscheidt. Ofschoon ze misschien vaak lijken te bewijzen, maar in feite dat er een stem, een overtuigende stem, soms ook een verleidelijke stem, in hun werk spreekt, die je ten diepste als mens dus bijna transformeert. Prachtig, en dan heb je inderdaad helemaal gelijk dat ook in de wijsgerige traditie, ik moet ook aan Heidegger denken in dat verband. Absoluut, maar je ziet het bij Hegel, maar je ziet het bij Nietzsche. Ja, klopt. En deze grote filosofen inderdaad. Kierkegaard, Schopenhauer. Je hebt gelijk. Dus je hebt inderdaad, binnen die wijsgerige traditie heb je de voorbeelden, die als het ware nog steeds ingesteld zijn op wat ik dan dat presocratische weten noem. Hè. En Heidegger is een mooi voorbeeld, het hele aletheia-begrip. Ja. Dingen uit de onverborgenheid halen. Hoe Heidegger spreekt over het woord, het spreken, hè, waarmee we de dingen laten schijnen en verschijnen. Als ik Heidegger lees, is dat voor mij eigenlijk een evocatie van juist die oorspronkelijke presocratische retorische traditie. Waar hij eigenlijk ook op invoegt. Hè? Dus inderdaad, die voorbeelden zijn er absoluut. Ja. Nou ja, dus daar zie je. Misschien dan toch, van wat dit betekent, hè? Mm-hmm. Voor de. Concreet misschien wel. Ja, we starten inderdaad. Hè, met het hele vraagstuk ook naar de status van wetenschap en samenleving. Ja.
En we komen er nu op dat eigenlijk een type wetenschap is ontstaan, mede vanuit de filosofie, die in de kern reductionistisch is ten opzichte van de ervaringsrijkdom. Klopt. Dit heeft ook alles te maken met wat in de Duitse traditie wat Bildung werd genoemd. Hè? Dus klopt. Dat vorming, ja. In de, ja. Eigenlijk een brede zin van het woord, ja, zeker. Iets zeker. Te maken heeft met eigenlijk met die verrijking die wezenlijk ook een talig en retorisch component heeft. Ja, helemaal mee eens. Dus ik geef colleges retorica, zoals je weet. Dus we maken een retorische reis, echt samen. Bij Centrum Ertels. Bij Centrum Ertels, met heel veel plezier. En de master filosofie van cultuur en bestuur. Ja, absoluut. En we maken dan gedurende 12 weken een retorische reis. En ik heb die retorische reis altijd gezien als een ontwikkeling voor studenten, waarin ze werkelijk transformeren. Het is een persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik zie gewoon bij de studenten iets van bewustzijnsverruiming ontstaan. Dus ze maken echt zelf, ze gaan door iets heen. He, dus door ons met die retorica bezig te houden, wat eigenlijk natuurlijk een soort denken is waarin alles samenkomt, he, zie je dat bij die studenten ook overal luikjes opengaan. Er gaat een pathosluikje open, er gaat een ertosluikje open. Men komt als het ware, men gaat midden in bewustwording. Het is echt een bewustwording. Men gaat midden in die volheid van het denken staan, zeg ik altijd. Jullie gaan midden in de volheid van het denken staan. En jullie maken nu zelf mee, door ook die teksten van Aristoteles te lezen, onder andere ook de teksten van Plato te lezen, wat dat inclusieve oorspronkelijke redengebruik eigenlijk vermag. En dat het helemaal niet sofistisch is, hè? Maar dat het juist in feite iets is wat in dienst staat van de waarheid zelf. En die persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik denk inderdaad dat de retorica en de grote vragen van het leven stellen, dus nadenken over wereldbeelden en nadenken over retorica, dat zijn voor mij twee zaken die als het ware prachtig in elkaar vallen. Ja, maar dat vergt natuurlijk ook een ander type ontwikkeling, hè, waarin het ook best zo kan zijn dat op het moment dat jij niet meer die dimensie krijgt aangereikt op een universiteit, of eigenlijk niet meer die vaardigheid krijgt bijgebracht, dat ook letterlijk bepaalde ervaringen gewoon niet meer bestaan. Totaal mee. En ook bepaalde ervaringen niet meer, maar ook heel concreet als je kijkt naar bestuurders, hè, in media, in bestuur en bedrijf. En je gaat kijken hoe men met beleid omgaat, hoe beleid vormgegeven wordt. Of leiderschap, dat soort concrete termen. Wat maakt nou een echt bevlogen leider? Dat juist inderdaad die retorische traditie zo ongelooflijk veel te bieden heeft, juist voor de leiders, voor de bestuurders van deze tijd. Hè? Beleid vormgeven. Hoe doe je dat? Hoe maak je bezield beleid? Hoe maak je beleid dat je met waarde kunt verbinden? Ja, of dat aanspreekt. Of dat aanspreekt, inderdaad. Ja. Hoe doe je dat? Hoe ga je van het koude wat, zeg maar, naar het warme wie? Naar de betrokkenen. En breng je die in het spel? Hoe doe je dat? Hoe ga je dingen concreet en aanschouwelijk, als het ware, voor het voetlicht brengen? Om daarmee niet een soort lege moraal te debiteren, maar dingen dus invoelbaar te maken, concreet te maken, aanschouwelijk te maken. Wat voor leiderschap heel belangrijk is. Ja, al die zaken vereisen gewoon een terugkeer, ik zou bijna willen zeggen een revitalisatie van die klassieke traditie van de retorica. En ik denk dat het in onze tijd echt van buitengewoon van belang is dat we dus van dat beeld van die sofistische retorica afscheid gaan nemen en dat we weer volop gaan staan in die presocratische retorische wijsheidstraditie. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, wat ook mooi is dat het in feite impliceert dat je dus op een manier je dient te ontwikkelen waarin het hoofd, het hart en de handen bij elkaar komen. Ja, dus dat is om het. Dus als je zegt logos, pathos en ethos, maar in het hoofd, hart en handen. Dat in de kern dus eigenlijk het hele lichaam in het spel komt. Een somatisch betrokken reden, zo ver ga ik ook. Dat zelfs het lichaam uiteindelijk in de act van het spreken, als het gebeurt, hè, op dat moment waarin je de zaal, waarin je de mensen meekrijgt, waarin je werkelijk als het ware weet te verbinden, waarin je de ander werkelijk weet aan te raken, weet te beroeren, en je gewoon voelt dat jouw woorden ook resoneren met het publiek, in dat moment is mijn overtuiging, doet de ganse existentie mee en doet inderdaad ook je lichaam mee. Oogopslag, gezichtsuitdrukking, gelaat, hoe je van de ruimte gebruik maakt. Ja. Dat is een proces voor mij dat gewoon te maken heeft met de waarheid. In die zin, hè? Zeker. In die zin. Dus ik heb in mijn eigen boek 2001 de waarheid ook verbonden met bewaren. Hè? Dus ontwaren en eigenlijk juist een andere aletheia. Hè? Dus niet vergeten. Niet vergeten. Ja. Dus daar is het op een bepaalde manier, anders dan bij Heidegger,
Hè, maar de eigenlijk het belang van het oog houden voor dat wat tot zijn recht moet komen. Hè, ja, dus dat is de, precies. Nou ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, dus, ja. Dus, en ik denk dat dat type gevoeligheid, hè, of ja, ook binnen de moderne academische omgeving, door dat eenzijdige rationaliteitsbegrip, door die nadruk op die kwantitatieve methode, ja, en door een bepaalde stijl eigenlijk ook onderdelen van het leven ongezegd laat. En ja, juist die onderdelen die misschien wel eens heel belangrijk zijn voor een waarheidsgebeuren in een meer eminente zin. Hè? Klopt, en dat waarheidsgebeuren. Dus voor mij, als je daar mij op door zou vragen, dus die retorica, ja, persoonlijke ontwikkeling, ja, deal doen. Maar uiteindelijk met retorica, met het woord, hè, dus de logos in de zin van het woord. Voor mij raak je in die retorica, in haar wijsgerig verantwoorde variant natuurlijk, raak je gewoon aan de geest. Dus voor mij zijn dingen als geest of de geestrijke dimensie van het leven en de woorden of de woordelijke dimensie van het leven, geest en woord, hè, voor mij zijn ook in die zin innig op elkaar betrokken. Dus als je dan bijvoorbeeld de bekende uitspraak in Johannes neemt. In den beginne was het woord. In den beginne was het woord. Hè, en door het woord is alles geworden. Dat lees je uiteraard vanuit een traditie en dat is goed. Maar je mag hem ook eens op een spannende manier lezen. Lees hem nou eens vanuit een retorische traditie. In het begin was het woord en door het woord is alles geworden wat geworden is. God spreekt, God gebruikt woorden en woorden zijn scheppend. En wat ik in mijn colleges ook doe, is eigenlijk de scheppende kracht van het woord, de scheppende kracht van het woord benadrukken. Dus dat woorden werkelijk werkelijkheden kunnen scheppen. Dus dat woorden werkelijk een ruimte openen waarbinnen de dingen op een bepaalde manier aanwezig zijn. Dus dat het er gewoon toe doet of je spreekt over bijvoorbeeld ZZP'ers of dagloners. Ja, of dat je praat over bijvoorbeeld verplegers, of je praat over werkenden in de zorgsector. Of je praat over autonomie, of je praat over isolement. Dat het gewoon iets met mensen doet, dat het iets met ervaringen doet. Dat het iets doet met de wereld zoals wij die ervaren en beleven. Ja. Met andere woorden, de scheppende kracht van taal. Als je daarvoor open gaat staan, en dus niet op een sofistische wijze, maar op een hele geïnvolveerde wijze, het gewoon zien wat taal werkelijk doet. Het is precies de retorica, denk ik, die ons daarvoor de ogen opent. En ja, dat zijn maar wat voorbeelden, denk ik, waar juist ook bestuurders, waar mensen in bedrijfsleven, waar ook de leiders van deze tijd, op een goede, verantwoorde manier oog voor zouden moeten hebben. En het is precies die retorica, zeg maar, die je probeert te ontsluiten. En zoals Aristoteles al zegt, je moet binnen je onderwerp blijven. Hè? Dus die logos, dit is geen anti-logos verhaal. Dat is helder. Ik zou met een metafoor willen zeggen. Ja. De logos is de as van het veld. Je hebt het veld en de as van het veld is de logos. Maar die pathos en die ethos, die bezielen die logos. Hè? Dat is voor mij eigenlijk de vonk die een argumentatie van de logos laat omslaan in een werkelijke bezieling, in een werkelijke verbinding. En dat zit ook in het. Dat is het gewoon. De relatie tussen woord en antwoord, beantwoorden en daarmee ook verwoorden. Ja. Ja, dus dat soort, dat het geestelijke, en door retorica te beoefenen, zie je gewoon dat je op een hele spannende manier bij dat geestelijke ook uitkomt. Op een niet-traditionele manier. Ja. En dan open je, en dan zie je ook gewoon, in die colleges, je ziet gewoon je raakt aan iets. Het gebeurt echt. Heel mooi. Hey, Emmanuel, dankjewel. Oké, dankjewel. We hebben wel iets geraakt, volgens mij. Dankjewel. Hey. Zeker.